Laten we beginnen met iets heel erg unieks, namelijk een favoriete collectie in samenwerking met Tom Bond Dry. En van de kleding gaan we nu door naar mijn nagels, want dit is eigenlijk de bijbel voor jouw examen. Ik heb ook echt een superleuk pakketje gekregen van Olivia en Kate. Hi allemaal, ik ben Rosalie en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe maandshop vlog. Dit houdt in dat ik al mijn geshopte spulletjes laat zien aan jullie en het zijn eigenlijk nu al stiekem mijn favorieten geworden. Ook laat ik zien wat mijn nieuwe hobby is, want ik heb eindelijk weer iets nieuws gevonden wat ik heel erg leuk vind. En daarvoor heb ik iets gekocht wat ook in deze video komt. Nou, doe alvast een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier onderin. En dan gaan we maar gewoon snel beginnen met alle leuke items. Laten we beginnen met iets heel erg unieks, namelijk een favoriete collectie in samenwerking met Tom Bond Dry. En ik zal hier beneden ook even een linkje zetten dat je gelijk naar de website kan gaan, want alle items staan nu online en ik ga ze nu stuk voor stuk laten zien aan jullie. Als eerste dit superleuke shirt met streepjes, eigenlijk voor alles heel erg goed. Hier zie je ook een foto van mij op het kaartje staan. Deze foto is denk ik erg in de zomer genomen, dus dat is wel heel grappig. Het heeft een colletje en aan de zijkant heeft hij nog een leuk detail met dat T&D. Het is een lang shirt en aan de mouwtjes hebben ze ook een beetje een uitlopend stukje. Dan deze trui. Deze heeft wat meer een soort van gebreide look. En hier hebben ze allemaal streepjes gebruikt en een beetje herfstkleurtjes. En deze komen vaker in de collectie voor. Dan deze trui en dit is echt zo'n heerlijke zondagstrui. Wat ik er heel erg fijn aan vind is dat er namelijk de binnenkant, de voering heel erg zacht is. Dus eigenlijk voor als het heel erg koud wordt, heerlijk. En ook weer zo'n colletje met dan weer een beetje dezelfde kleurtjes als de andere trui. Deze broek met deze streep aan de zijkant, die kan je heel erg mooi combineren met die gele trui. Daar komen alle kleuren er weer in terug. Je kan hem zowel als joggingbroek, maar ook als een soort van nette pantalon dragen. En dat maakt het zo heel erg fijn. En een flared broek moest natuurlijk ook in deze collectie, want die draag ik eigenlijk meestal. Dit is namelijk nu een flared broek met een beetje zo'n streepje doorheen. En die kan je eigenlijk op alle truitjes wel combineren. Mijn favoriete item is deze jas. Want dit is niet zomaar een jas. Je kan hem ook omdraaien. Dan is het dus een beetje een blauwe nepbont. Vind ik echt fantastisch. En ik heb het eigenlijk nog niet zo heel erg vaak gezien. Sowieso is die heerlijk warm. Dus goed voor de winter. En van de kleding gaan we nu door naar mijn nagels. Want elke maand doe ik namelijk mijn nagels. En dit keer heb ik voor legergroen gekozen. Ik vond het wel een heel erg leuk herfstkleurtje. En dit is een van de nieuwste lakjes die ze daar hadden. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Dus daar heb ik dit keer voor gekozen. En ik denk dat je dan de volgende video's dus dit kleurtje ziet. En dan na 4 weken dan vervang ik het weer. En dan ga ik voor iets nieuws. Het is gel, dus het zit eigenlijk op je nagel. Dus niet zoals acryl dat het een... eigenlijk een hele nieuwe nagels. Dus eigenlijk mijn eigen nagels. Die groeien op een gegeven moment uit. En dan doe je weer iets nieuws erop. Dus dit is nu hoe het er nu uitziet. En ik ben er echt mega blij mee. En we hebben weer wat nieuws. Want ik heb namelijk een nieuwe hobby gevonden. Velen van jullie weten misschien al dat ik gestopt ben met hockey. Ik kwam eigenlijk gewoon meer doordat ik niet zoveel tijd meer had. En om elke keer vast te zitten aan iets waar ik gewoon de ene keer wel heen kan, de andere keer niet, vind ik dan heel erg moeilijk. Dus vandaar dat ik heb besloten om uiteindelijk dus te stoppen met hockey. Maar ik vind sporten wel heel erg leuk. Dus vandaar dat ik een nieuwe sport ben begonnen. En het duurde even voordat ik iets had gevonden. Maar het is dus hardlopen geworden. En ik heb gelijk hardloopschoenen gekocht. Ik heb denk ik nu 2 keer hard gelopen. 3 keer. Bijna 3 keer, want morgen ga ik weer. En ik doe elke keer 8 kilometer. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ik doe het nu in 45 minuutjes. Dus ik hoop natuurlijk dat ik dat wat sneller kan verbeteren op een gegeven moment. Maar deze hardloopschoenen gaan daar zeker bij helpen. Deze zijn van het merk Karu. K-A-R-H-U. Ze lopen heel erg lekker, maar ik zal je adviseren om bij een hardloopzaak te gaan. Waar ze gewoon alles kunnen testen wat jouw voet het beste aan kan. Dit vond ik zelf het allerfijnste, liep het lekkerste. Ik heb verschillende gepast en dit was uiteindelijk de winnaar. Ook voor het hardlopen heb ik hier voor mijn telefoon. Alleen, ik vind hem eigenlijk niet zo heel erg fijn. Hij is wat te groot voor mij. Ik heb namelijk, ik ben best wel smal gebouwd. En deze is eigenlijk te groot. Dus ik moet nog even iets anders hierop gaan vinden. En ik pas ook niet zo'n hardloopding voor je telefoon. Want ik heb daar ook weer te smalle armpjes voor. Dus het is een beetje behelpen. Maar ik hoop nog ooit een keer zoiets goeds te vinden waar ik mijn telefoon in kan doen. Maar voor nu heb ik deze. Wat ik nu laat zien is niet een hobby voor mij. Maar het moet wel gebeuren. Namelijk straks mijn examen. Ik weet überhaupt niet meer wanneer ik examen heb. Maar heel snel heb ik examen. Lekker voorbereid, Rosalie. Maar ik heb van Team Meulenhof allemaal examenbundels, examen, idiomen,
examen of samengevat, wat dan ook. Ik heb van alles van ze opgestuurd gekregen om zo goed mogelijk mijn examen te kunnen voorbereiden. Deze bijvoorbeeld is van Engels en ik zal eventjes de binnenkant laten zien. Een examenbundel is eigenlijk allemaal oefenexamens bij elkaar. En er staat ook bij meer dan alleen oefenexamens. Nou, dan ben ik benieuwd wat er nog meer bij staat. Maar eigenlijk zie je gewoon oefenexamens. Aan de achterkant hebben ze uitwerkingen. En ik heb nog niet alles helemaal goed doorgekeken. Maar het is gewoon heel erg een... gewoon echt een goed boek om te hebben. Want alles is gewoon bij elkaar in plaats van dat je elke keer op de website bijvoorbeeld moet kijken. Ik ben zelf het meest enthousiast over samengevat. Want dit is eigenlijk de Bijbel voor jouw examen. Hier staat alles wat je moet weten. Allemaal uitgelegd en samengevat. Dus hier kan ik wel even mee vooruit. En hopelijk dat ik... uiteindelijk hier wat van gaan slappen. Ik heb ook echt een superleuk pakketje gekregen van Olivia en Kate. Olivia en Kate had mij benaderd of ze iets mochten opsturen naar me. En ik ben zelf al heel erg fan van Olivia en Kate. Want ik denk dat ik iets van 5 dagen daarvoor deze tas bij hen heb besteld. Deze heb ik zelf betaald. En ik vond hem zo leuk gewoon. Het is een beetje zo'n lookalike van een Chloe bag. Die zijn nu helemaal trendy. Maar ik vond deze heel erg leuk met dat slangenprint en dan zo'n goud slot. En hij is gewoon heel erg praktisch en groot. Want er zitten veel vakjes in. Moeilijk te laten zien omdat hij helemaal zwart is. Ik vond de band ook heel erg gaaf. En hier zit ook nog een los bandje bij. Dus zo ziet de tas er een beetje uit. Als eerste dit leuke jasje. En dit jasje is helemaal zwart. Met allemaal zilveren details van die studs. En er zit zelfs een beetje een riempje aan de zijkant. Hij valt gewoon heel erg normaal. Ik heb een S'je. Hij valt echt perfect eigenlijk. Het is een beetje een zwaar materiaal. En aan de achterkant bijvoorbeeld zie je ook hele mooie details. Ik zal hier even wat aanbeelden bij toevoegen. Maar het is echt een heel erg leuk jasje. En ik denk ook heel erg goed te combineren met bijvoorbeeld een colletje. Of een leuk wit t-shirtje of zwart shirtje. Op heel veel manieren te stylen. En nu perfect voor dit weer. Want ik heb het de ene keer heel erg warm in de klas. En de andere keer denk ik, jeetje, dit raampje mag weer dicht. En dan kan je mooi dit jasje weer aantrekken. Oh, dit is zo'n item die stond gewoon op mijn wishlist. Ik wil namelijk heel graag al heel lang een spijker flared broek. Dus dat is eigenlijk een spijkerbroek, maar dan in een flared vorm. Ik leef in flared broeken. Het is eigenlijk de meeste broeken uit mijn kast zijn of dierenprint of flared. En dit keer heb ik er dus eentje nu in het zwart. En een flared broek is eigenlijk een broek die wijd uitloopt. Ik heb hem zelf nog niet gepast, maar ik hoop dat hij past. Maar het is zo... Oh, ik vind het zo leuk. En ik heb nu al een helemaal idee dat ik die bijvoorbeeld met dat jasje kan combineren. Maar of een leuke blouse of een grote trui. Ja, echt een fantastisch item. Als laatste, ik vond dit printje gewoon heel erg leuk. Ik zag hem al op de website. En zij hadden hem gecombineerd met in het middel een heel erg leuk riempje. Die wil ik ook snel gaan proberen. Maar het is dus een paars stofje met panterprint en goud. En het schreeuwt gewoon mijn naam. Het is een beetje een pofmouwtje. En hij is gewoon heel erg mooi getailleerd. Ik vond het kleurtje gewoon heel erg mooi. Een beetje dat paarsige wijnkleurtje. En het is gewoon echt een heel erg leuk item. Hij valt geloof ik echt perfect. Maar dat moet ik ook nog even in de aanbeelden zien. Er zat een leuk kaartje bij. Dus heel erg bedankt Olivia en Kate voor deze fantastische items. En ik kan eigenlijk niet kiezen welke mijn favoriet is. En de comment van de week is van Lieke de Vries. Namelijk nog heel erg gefeliciteerd met je rijbewijs en je scooter. Ik vind je heel aardig en je doet altijd leuke dingen. Tips voor video. Ik vind een schoolkledingvideo heel erg leuk. Zou je een keer een basic kledingvideo willen maken? Nou, heel erg bedankt voor je comment. Ik denk dat ik een basic kledingvideo wel heel erg leuk vind. Maar dat ik wel nog een beetje panterprint ging doen. Als je het goed vindt. Wil jij nou de comment van de week worden? Laat dan iets leuks achter hier beneden. En wie weet ben jij wel de volgende keer de comment van de week. Nog zo'n leuk pakketje. En dit keer van Nick & Nick. Ik heb ook 3 items van Nick & Nick ontvangen. En het zijn weer echt hele leuke items. Want het jammer is, ik pas het niet. Dit is 170, 176. En de ene keer pas ik van Nick & Nick niet de 164. En de andere keer wel. En precies bij deze 3 items pas ik beter de 164. Tenminste, dat denk ik dan de 170, 176. Maar dat is even een leerschool voor mij. Als eerste heb ik een leren broek. En deze vond ik zo vet. Omdat aan de zijkant van die leuke details zitten. En aan de achterkant heb je ook van die zakken. En hier kan je echt gewoon een leuk blouseje op combineren. Maar ik vind zelf zo'n hele oversized trui ook fantastisch.
lekkere lange jas eroverheen en je bent klaar om te shoppen. En dan heb ik ook nog dit leuke shirt ontvangen, een leuke rood shirt, want die past perfect bij de broek die ik heb uitgekozen. En ik vind die Nicki Nick shirtjes dat zo lekker zacht en het valt gewoon heel erg mooi. Wat ik al zei, ik pas het dus niet helemaal, maar het is wat meer oversized. Dus deze zou ik eventueel nog wel echt goed kunnen dragen. Echt, wat is dit een gave broek zeg. Een beetje zo'n oude stof lijkt het wel een beetje, zo'n geruit stofje. Ik heb vroeger een keer zo'n broek hiervan gehad, geloof ik. In ieder geval, met stofje komt een beetje bekend voor. En aan de bovenkant zit hij gewoon mooi getailleerd. Alleen helaas pas ik het dus niet helemaal. De lengte is perfect en het is gewoon echt een heerlijk stofje. Dan heb ik ook nog hele leuke items van Comrade Fashion ontvangen. En ik vind het zelf echt een hele gave website. Wat ik heb ontvangen zijn echt hele leuke dingetjes. Namelijk dit leuke blouseje met leuke knoopjes hier. Hier en het schijnt een beetje door omdat het een beetje kant heeft. Aan de onderkant kan je hem vastknopen met een knoopje of bijvoorbeeld een strik. En ik vind het heel erg mooi, die mouwtjes zijn dus een beetje getailleerd. Hier zit elastiek en hier aan de onderkant. Waardoor die dus echt heel erg mooi een beetje pofferig valt. Ik weet niet of je het een beetje voorstelling van kan maken, maar het is prachtig. Ik heb ook deze mooie rok ontvangen. En deze moet ik alleen nog wel een beetje vermaken. Want hij is in een maat S, maar ik heb niet zo'n hele brede taille. Ik moet deze nog een beetje innemen, maar het is wel een hele mooie rok. Hij is wat langer en hij heeft dus van die stipjes. Je kan hem trouwens ook nog een beetje tailleren met deze band die erbij zit. Die zit eraan vastgemaakt. Heb ik zelf ook geprobeerd, maar ik vind dat het wel fijn als het goed aansluitend zit. Je kan hem dragen met zo'n rits. Die gaat hij zo open en dan kan je erin. Dus dat is heel erg makkelijk. En voor de rest vind ik hem dus heel erg mooi. Alleen ik pas hem dus niet, dus ik kan hem helaas niet laten zien hoe hij bij mij staat. Oh, dit item vind ik zo leuk. Het is namelijk een heel erg mooi zwart jurkje. Ik heb hem ook weer in een maat S. Eigenlijk alles wat ik bestel, bestel ik gewoon het kleinste van. Want ik ben niet zo heel groot, dus dan is het makkelijkst om het kleinste te hebben. Nou, dit is het zwarte jurkje. Je ziet hem echt perfect, want hij is natuurlijk zwart. Wat ik heel erg mooi eraan vind, is dat hier die mouwtjes hebben dus van die stipjes erop. En aan de onderkant loopt hij een beetje weer wijder uit. Eigenlijk bijna alle items die ik dat heb, die hebben dat een beetje. Aan de bovenkant zit hij dus aansluitend. Een beetje de hoge hals heeft hij. Met van die touwtjes hier ook. En aan de onderkant loopt hij wijd uit met een ruffeltje. En hij valt wat langer, wat ik zelf wel heel erg mooi vind. Ik heb nog niet zulke jurkjes. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook nog dragen met een getailleerd riempje bijvoorbeeld. Wat ik zelf ook heel erg mooi vind. Dan, omdat ik natuurlijk nog niet genoeg jasjes had, heb ik hier ook dit jasje van Comrade Fashion. Ik heb een maatje SM, ze hadden hem ook een ML. Maar die dingen worden me echt te groot. Het is zo'n one size fits all bijna. En dat vind ik altijd wel spannend, want ik ben niet zo heel groot, wat ik al zei. Maar deze is zo leuk. Ook weer met van die studs. Het lijkt een beetje op het jasje die ik net liet zien. Maar deze is dus van leer. En ik heb nog geen leerjasje, wat heel raar is. Want ik draag best wel vaak leren dingetjes. Maar het is zo'n leuk jasje. En die kan je bijvoorbeeld leuk dragen op bijvoorbeeld die spijkerbroek die ik liet zien. Maar ook op een zwarte flared. Ik denk dat die ook wel heel erg mooi staat. Bijvoorbeeld iets van een panterbroekje of zo. Om wat meer stoer te maken. Maar het is wel een beetje gewaagd, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit is dus echt een heel erg leuk item. En ik denk ook fantastisch dus ook weer voor dit weer. Dan waren dit alle items en ik ben benieuwd welke jouw favoriet was. Ik kan eigenlijk echt niet kiezen. Ik zit een beetje te twijfelen tussen mijn hele collectie eigenlijk en dat leuke bordeaux jurkje van Olivia en Kate. Maar wat ik al zei, eigenlijk vond ik alles fantastisch. Dus laat het zelf maar even weten. Misschien heb ik wel dezelfde favoriet. Dan zie ik jullie volgende week zondag weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doei!